gaan wij weer allemaal zieke kinderen ophalen uit ziekenhuizen uit Noord-Holland en Flevoland. En nou, dan hebben we ongeveer een paar duizend mensen te vervoeren vandaag. Ik sta vandaag voor het hoofdbureau van de politie op de Eilandsgracht in Amsterdam. Want ik werk namelijk ook op het operationeel centrum, oftewel de meldkamer. Ik ga gauw mijn spullen pakken en dan het voertuig ophalen, waarbij wij weer die kinderen kunnen ophalen om ze een leuke dag te bezorgen in Artis, de dierentuin, want daar gaat het om. Dus snel omkleden. Uniformen bewaren we niet thuis, maar die ligt hier. En als ik omgekleed ben, dan moet ik de pitbus ophalen, want vandaag heb ik als rol dat ik mag rijden in een politiebus, kindertjes achterin, en we gaan er een hele leuke middag en avond van maken. Nou, wat ik altijd al een keertje had willen doen, dat zie je als op televisie, dat je met je vingers knipt en in één keer ben je omgekleed, want het omkleden, ik doe er best wel lang over. Nou, we gaan het proberen. Daar gaan we, hoor. Ja hoor, dat heb ik altijd al een keer willen doen. Omgekleed, hè Mel? Ik ben er helemaal klaar voor. Dus we gaan nu naar het wijkteam Oostwatergrasmeer aan de Linnéestraat. Daar staat het voertuig waar ik mee mag gaan rijden in route hagedis. Nou heb ik zelf helemaal niks met reptielen of een hagedis. Maar maak het uit, geef het beestje een naam. Het wordt mooi weer. Goedendag. Hallo. Gaan wij hopelijk hier het voertuig ophalen. Ja, het is een drukte hier binnen. Hi. Hartstikke druk. Dan ben ik op zoek naar de OPCO, operationeel coördinator, oftewel de beslisser van dienst. Die moet mij toestemming geven natuurlijk, of het voertuig klaar staat. Ik hoor mij. En daar is hij. Fred, de sleutels. Ja, top man. Veel plezier. Liggen ze klaar? Ja. Kijk. Goed geregeld weer, de Oostwatergrasmeer. De pitbus. Voor het kinderbeestfeest. Daar staat hij. Te shinen. Nou, had een klein wasstraatje tegenaan gekund, denk ik, achteraf. Maar goed, als het binnen maar schoon is. Voor onderweg, voor de kinderen. Mocht er paniek zijn onderweg, huilende kinderen, spelende, tierende kinderen. Iets wat altijd alles oplost. Nou, aangekomen bij het AMC, maar het is allemaal even anders als andere jaren. Tenminste, vorig jaar moest ik ergens anders opstellen. Toen was ik chauffeur van de locatiecommandant. Nu, dus een bus met kinderen. Locatiecommandant. Hagedis? Altijd. En ik ben de hotel 20, verwacht je mij? Zeker weten. Dus ik zit helemaal goed. Helemaal goed. Box, heb je nog wat voor mij? Heb ik wat voor jou? Ja? Wat wil je van mij hebben? Ik moet nog zo'n plaatje voor het raam, geloof ik. Ja, hè? Dat krijg ik. Krijg ik allemaal nog. Een polsbandje, okay. Eetbonnetjes. Ook alles is weer geregeld. En je krijgt mijn gezelschap de hele avond. En is het onder controle? Alles onder controle. Alles onder dit controle. Dit is onze RC, yeah. Dominique. Hey. Routecoördinator. Ja, dat ben ik. Dominique, kijk, we gaan even zo staan, want dan staan we in het zonnetje. Kijk, kunnen we je goed zien. Kijk, en onze vrienden van Brandweer Diemen, ook Amsterdam-Amsterland. Wat gaan we doen vandaag? Kinderen ophalen die ernstig ziek zijn en naar Artis springen. Ja. En een leuke dag van maken. En hoeveelste keer is dit voor jou? Mijn eerste keer. Eerste keer, wat verwacht je ervan? Een hele leuke dag. Ja. En ja, heel veel kinderen met plezier brengen. En leuke dag om af te sluiten in ieder geval ook. Zo is het ook. Jongens, de toppers van de brandweer van Diemen. Ja. Helemaal klaar voor vandaag? Ja, heel veel zin in. Hey, hoe gaan jullie die kinderen vermaken vandaag? Zwaailichten. Ja, en de mensen onderweg natuurlijk. Ja. Ja. Als je komt kijken, zwaai je even naar die kinderen. Want dat brengt een glimlach op je gezicht. En mocht je dus die hele kolonne voorbij zien rijden, zeg wel dat er is niets aan de hand. Mag er wel aan de kant. Precies. Nee, ik heb aangesproken. Ja, zie je. Hij is ook een beetje streng. Die zegt dat we rondom Artis geen optische en geluidssignalen aan mogen hebben. Want anders schrikken de dieren. En de buurtbewoners, die worden ook helemaal dol van ons. Van, dus alleen rondom Artis. Niet met veilig die sirene. Maar die gaan we gewoon. Maar onderweg natuurlijk wel. En lang en hard. En het druppelt allemaal langzaamaan binnen. Ambulance 632. Ja, klopt. Bijna klaar voor het kinderbeestfeest. Of ben je er klaar voor? Nee, we zijn er klaar voor. Ja? Kom maar op. Nog meer brandweer. Nog meer brandweer. Ja, brandweer uit. Amstelveen. Amstelveen. En hoeveelste keer is het dat je er meedoet? Ik denk achtste jaar. Achtste keer alweer. Nee, ja. Hey, wat leuk. Dat is een hele bijzondere auto, meneer. Ja. Toch? Ja. Mogen de kinderen ook met u mee? Ja. Wat goed? Ja. Ja, want, maar geen zwaailicht en sirene.
Wat? Geen zwaailicht in sirene. Nee. Maar ik kan er dan gewoon uithangen en blauw roepen. Ja. Ja. Hoeveel keer is dat dat u meedoet? Voor mij de tweede keer. Een stuk of 8. 8 keer alweer. Ja. En wat is nou van die 8 keer het meest bijzonder wat je is bijgebleven? Dat je denkt, nou dat heb ik gelijk aan denken. Maar goed, die hoort er ook bij, op zo'n dag als vandaag. Maar het is nou ja, een kind die ik hier meegenomen heb en dan hoort dat een maand later overleden is. Zo. Ja. Heftig. Ja, dat blijft bij. Ja. Alles mee op het moment dat een kind zuurstof nodig heeft of een infuus met een beetje vocht, medicijnen. Dat hebben jullie mee? Ja. Zoals ik al zei, grote organisatie, veel draaiboeken en Nancy, RC routecoördinator, gaat ons nu brieven. Nou, allemaal even bij elkaar wat de bedoeling is en ja, wat onze rol wordt. Ja. Ze gaan beginnen. Nee. Nancy, je kan hoor. Ja, kan ik. Ja, je kan. Toch. Iedereen welkom hier en super dat jullie er allemaal zijn. Hey, hallo. Welkom in de beestfeest. Ben je weer aan het vloggen dit jaar? Ja, jij gaat foto's maken. Ik ga nu een foto maken. Hij gaat nu een foto maken. Een groepsfoto van ons, hè? Ja, we gaan. Voor de uitdaging wordt al gezegd, multidisciplinair. Dus brandweer, politie, ambulance. Een beetje leuk voor elkaar. Luister, kan ik kijken. Alle vrouwen in elkaar. Wordt een hele uitdaging, maar we gaan ervoor. Ja, er moest iemand liggen, zegt hij. Allemaal even cheese. Hey, wat voor auto is het? Citroën uit 1948, een van de laatste geproduceerd. En dat was de eerste auto met voorwielaandrijving. Ja. En na de oorlog. Ja. Na de oorlog. Een lang verhaal, hè? Ja, nee hoor. Na de oorlog. Toch een lang verhaal, uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Maar ik kan nog veel langer maken. Ja, maar de clowns komen nog? Ja. De clowns komen nog, wat leuk. Is als nou hulpverleners zitten te kijken en zich nog niet hebben opgegeven, nooit hebben meegedaan. Ja? Overtuig ze eens. De glimlach van een kind. Inderdaad, de glimlach van een kind. Ja. En maar laten we er een geweldige avond van maken. Ja. Willen jullie met mij mee? Met de politie? Ja. Maar goed. Hoe heet jij? Eline. Eline, wat een mooie naam. Zal ik zeggen hoe ik heet? Ik ben Mark. En ik werk bij de politie. En ik vind het wel gezellig dat je met me meegaat. Papa en mama ook mee? Als je goed kijkt, dan weet je van jou. Hallo Eline. En wie is dat? Lucas. En Lucas, wat ben jij van Eline? De broer. En je gaat ook gezellig mee. Ja. Met z'n viertjes. Ja. Met z'n viertjes. Helemaal leuk, gezellig. Nou, zoek jij maar als eerste een plekje uit, Eline. En ondertussen helemaal geïnstalleerd, Eline en broer Lucas natuurlijk en met paps en mams zitten. Hey, vind je het leuk? Ja. Ja. En zou ik nog wat vertellen? De boeven, als we die hebben, zetten die ook altijd neer op deze plek. Ze zitten op de boevenstoel. Ze zitten eigenlijk op de boevenstoel. Maar ben je ook een beetje kleine boef? Ben je geen kleine boef? Nee. Wat is er met je hand? Weet jij dat? Ik ben geopereerd. Moeilijk woord, geopereerd, ja. En wat hebben ze dan je hand gemaakt een beetje? Ze hebben je hand een slangetje gedaan. Ja. En weet je ook waarom? Om jou beter te maken, hè? Hé, wat ga je doen vandaag? Ja? Ben je wel eens een artis geweest? En wat weet je nog van artis? Weet je er nog iets van? Ja, vissen. Vissen? Er was ook een clownvis. Clowntjes, ik heb gehoord, clowntjes zijn er nu ook weer. Roete, tijger. Tijger 4. Helemaal klaar voor. En misschien van de vlog van vorig jaar, Martijn. Was vroeger, vorig jaar, Roete. Tijger 2 en nu dus Tijger 4 en? Lieke. Ook voor de derde keer mee en ook Tijger 4. Helemaal goed. Tijger 4 is er bijna klaar voor. Wij hebben bijna alle kinderen al binnen. Ja, ik zie het. Jullie moeten ze nog ophalen. Ja, we moeten nog even wachten. Er zijn nog een paar wachtende voor ons. En je gaat mee met de ambulance. Vind je mooi, hè? Je zie je gelijk glimlachen. Kan ik met de andere hand ook een high five geven?
Ja, goed zo. En veel plezier, kerel. Ja, ja. Het is belangrijk vandaag dat het ook veilig allemaal gaat. En daarom hebben we de fantastische begeleiding van misschien wel een van de beste motoragenten van de eenheid Amsterdam. Is dat zo? Ja, jarenlange ervaring met de verkeersdienst. Ja, dat dan weer wel. Ja, toch? Ja. Jullie gaan begeleiden. Wat is belangrijk voor de begeleiding? Dat het veilig gebeurt. En dat de motorrijders die ik bij me heb, die werken vooruit, zodat wij veilig, rustig en vooral ongestoord door kunnen blijven rijden. Ja. En dat er vooral geen ongelukken gebeuren. Ah. De landmacht, zeg je zo goed. En natuurlijk, jullie hebben een gigantische wagen mee. Wat hebben jullie mee, jongens? Dit is een 4-tonner, dus daar kunnen mensen worden erin vervoerd. Dus ja. Ook een ieder die mee wil. En ik pas 12 tot 14 man passen erin. Dus dat. De route Tijger kan enorm veel aan. Met de heren van de landmacht. En die hebben natuurlijk een hele goede jelle hier gestudeerd voor vandaag. Maar dit is discussiëren, dan kom je met te veel te vroeg. Ja, nou, gewoon even improviseren. De jel van de landmacht, daar komt ie. Alle aanwijzingen die wij geven zijn conform de verkeersregels. Dus de stoptekens, de oprijtekens. Terwijl wij hier een af worden gespoten. Ja. Door de brandweer. Ja, we moeten de kinderen een half uur van maken. Dan gaan we zo van een half uur weg. Dit is Lana Huug. Huug? Ja. Dag Huug. En Huug ligt helaas in het ziekenhuis. Ja, die ligt helaas in het ziekenhuis, ja. Maar die kan nu even naar buiten. Wat fijn. Ja. En wat is er met Huug aan de hand? Huug die heeft leukemie. Dus Huug die is hier om te genezen. Ja. Ja, ja. En hoe lang is Huug al hier in het ziekenhuis? 2 weken. 2 weken. Je moet nog 5,5 maand. Lange weg te gaan nog? Ja. Ja. En hoe is de afgelopen 2 weken? Ja, hij is heel goed te pas. Wat zegt u? Hij is sowieso. Goed zo. Ja. Heeft het allemaal een beetje door, Huug, wat er aan de hand is? Niet echt, hè? Gelukkig niet. Nee. En papa? Papa heeft het wel door wat er aan de hand is. Hij begint langzaam te beseffen wat er allemaal gebeurt, ja. Ja. Het lijkt me een achtbaan waar u in zit dan nu. Dat is het ook wel, ja. Ja. Ja, we maken er het beste van. Ja. Hey, wat fijn dat u mee kunt vandaag. Ja. Wat is dat? En kijk, ondertussen, Annemiek is aangeschoven. Oeh, hallo! En Annemiek, waarom ben jij mee? Ja, omdat ik werk in het Emma Kinderziekenhuis en dan moeten er soms ook mensen mee. Helaas. Dus ik mocht mee. En waarom willen ze dan? Ik vind het gezellig hoor, maar dat je meegaat, waarom is dat? Waarom ik nu in deze auto mee... Ja, dat komt natuurlijk door Eline. Eline? Ja, er wordt nog weinig gelachen hier. Ik zie nog geen clowns. Nee, ze bellen me op als ze daar ergens klaar zijn. Ja. En dan moet ik ze ophalen. Oh. Want waar ze staan, dat zijn we een strategisch punt. Maar waar staan ze? Dat bellen ze op. Oh, ze bellen op? Ze bellen op. Ze zijn wel clowns, hè? Kijk uit, laat je niet in maling. Nee, ze zijn geen politieagenten. Nee. Zoiets. Nou, nog heel even. We zitten in het voertuig. Eline, ben je er klaar voor? We nog even zwaaien? En even een duimpje of het echt goed met je gaat. Ja. Nou, we gaan bijna beginnen. Mensen, hebben jullie er zin in? Yay! Alle voertuigen zo dicht mogelijk tegen elkaar aan verkeer.